heb die strips er gisteravond afgehaald van mijn rug. En ik heb die strips er gisteravond afgehaald van mijn rug. Maar het stormt dus dusdanig hard buiten dat... Ik met die storm? Oh, waarom had het niet even 5 minuten kunnen wachten? Het is donderdag en het waait zo hard elke keer. Ik weet niet eens of ik te horen ben. Ik praat hard in ieder geval. Sam is naar school. En het was zo leuk. Ik had de taart in een bakje gedaan. Voor de juf. En dan geeft ze het. En dan staat ze zo te stralen. En is ze zo trots dat het echt zelf gemaakt is. Het was echt uber cute. Echt. Oh, ik ben helemaal verwaaid buiten. En... ik heb die strips er gisteravond afgehaald van mijn rug. Want na 5 dagen gaan ze wel irriteren. En ik merk gelijk eens verschil dat ik buiten ben geweest. En nu is het niet heel erg hooikoorts weer, maar ik heb wel gelijk weer meer verkoudheidsklachten. Zo, en ik moet mijn haar wassen, maar ik red hem net niet. Het is echt... straks even doen, maar eerst even thee en goed wakker worden. Ik ga er nu echt nog niet toe zitten om wat te gaan doen. Even nog goed wakker worden. Lekker gedoucht. Ik had zo zin om mijn haar te wassen en vanochtend redde ik het niet. Maar als ik het dan eenmaal gedaan heb, denk ik, lekker fris haar. Alleen het is nu nog nat. Dus ik ga even een elastiekje pakken. En dan ga ik me bezighouden met Sarah de kleding. Want er ligt nu natuurlijk een hele stapel. En ik had nog 2 shirtjes, die heb ik gewassen. 2 shirtjes en een jurkje. Want er zat een vlek in, maar die zijn er wel uit. Dus, maar die gaan ook weg. Dus dat moet wel even gebeuren. En dan kunnen we van de week of zo, volgende week, ik zie wel, kunnen we dus de dingen gaan bestellen die ze nodig heeft. Maar we moeten eerst trouwens nog de schoenen even nalopen. Even kijken wat daarvan weg kan. Want dan heeft ze ook gelijk weer plek. Ik wil altijd echt eerst opruimen, weten wat ze nodig heeft. En dan heb je ook gelijk plek als nieuwe dingen binnenkomen. Hier trouwens ook wat hangers. Ik had hangertekort, dus ik had dingen in de kastje gepropt. Echt heel slecht, maar moest wel. Maar ja, nu heb ik die dingen natuurlijk weer eruit gehaald. En er is weer heel veel weg. Maar er is iets meer al ingekomen dan dat ik eigenlijk hangers heb. Dus het wordt weer een gepuzzel. Maar goed, er zijn nog wel een aantal dingen die sowieso dadelijk wel weggaan. Die ze voor nu nog draagt. En die nu nog precies passen, maar die volgend seizoen sowieso niet meer gaan passen. Dus zodra het weer echt lekker wordt, gaan die wel ook gelijk weg. Maar ja, als ik ze nu weg doe, dan heeft ze voor nu niks. Dus dat zou een beetje vreemd zijn. En ze passen nu precies nog. Maar ja, volgende winter is het gewoon te klein. En ze heeft genoeg trui die ze wel past, dat ik sowieso niet zonder zit begin van het jaar. Of begin van de herfst, winter. Dus we hebben dan genoeg tijd om op ons gemak te kijken tegen die tijd. Maar ik ga even wat doen, want ik heb een paar uur natuurlijk. Oh, dat is wel heel raar. Nou, anders ga ik het never nooit niet redden. Het gaat echt super goed. Ik heb de eerste dingen geplaatst en ik heb al een paar dingetjes gekocht. Dus die gaan we zo naar school gelijk wegbrengen. En nu ga ik even iets klein pakken. Ik was zo druk met alles bezig dat ik denk, ja, dat wil ik toch wel even ook af hebben voordat ik Sarah dadelijk op moet halen. Want ik haat het om langdurig in de keuken te staan. Dus ik probeer altijd snijwerk en zo alvast vroeg te doen. En dan hoef ik maar kort in de keuken, dat is beter. Ik wilde net trouwens mijn haar doen, maar het stormt dus dusdanig hard buiten... dat ook bij allemaal buren, er zijn vuilnisbakken omgewaaid. Er ligt overal afval op straat. Ik zag een dakpan liggen. Noem het maar op. Schuttingen zijn omver, heb ik al van meerdere buren gehoord. Dus toen had ik zoiets, ja, ik kan mijn haar wel heel mooi doen. Maar daar heb ik het los. En dan ga ik door deze wind. En dan heb ik 1 hele grote klit. Dat vond ik echt niet het beste plan. Dus ik heb het gewoon maar even in de staart gedaan. En het zit echt voor geen meter. Maar als ik naar buiten ga, zit het toch niet meer. Dus dat is het plan. En ik heb nu nog 10 minuutjes. En ik ga even zien of ik
in die 10 minuten kan doen. We zitten in de auto. Ik heb Sarah net het school gehaald. Maar het gaat er opeens regenen. Dus we zitten echt in de auto. Dat we echt geen zin hebben om uit de auto te gaan. Nou, dat is niet waar. Nou, ik wel. Oh, kijk nou. Je hebt je raam open gedaan. Het is maar goed eigenlijk dat we dit doen. Want daardoor zag ik dat nog. Anders was de auto daar helemaal ingeregend. Zeker met die storm. Oh, waarom had het niet even 5 minuten kunnen wachten? De post is weggebracht. Sarah heeft deze meegenomen vanuit school. Kunstwerk. Oh, ik kan hem alleen niet zo goed neerzetten. En die ging gelijk... Ja? Al die afval in onze tuin. Ja, er zijn allemaal bakken van buren omgewaaid. Dus in alle tuinen ligt het vol afval. Geweldig, hè? Ja. Sarah was er niet. Nee. Oké, dat dacht ik al. Die is er heel vaak niet. Als we jas uit doen, gaan we lekker een stukje taart eten met thee? Zo, en mama is nu even aan het kopen. En ik laat je nu even het vlees zien hoe het er al uit zit. Kijk, nou wordt het lekkerder, hè? Ja. Dan gaat het alvast een beetje gebakken uitzien. Oh, lekker, hè? Nou, en ondertussen ben ik even aan de tafel aan het dekken. Ik heb al vlees met de lekkere olijf met zachte kaas onderzetten. Drinken. En nu ga ik even onderzetters pakken. Hoeveel moet ik er, mama? Eentje. Oké. Okay. Even 1, 2 en 3. Want ik, mama en papa. Oké. Okay. Zo. Zeg, heb ik al. Oh! Ja, een beetje veel lawaai, maar we moeten toch op tafel krijgen. Niet zo lachen aan jou. Je praat zo schattig soms. Zo, echt goed. Zo, oké. Ik heb welke werk ik moet pakken. Nee. Ja. Nee, dan zie je me misschien wel beter. Hoe lang is er bij? Je legt er nu net in. Jongen, je gebruikt een filter. Zo, weet je hoeveel boterhits erin had gedaan, maar de boter ligt allemaal aan deze kant. Wat partij? Maar ze liggen er net in. Dus Sarah, hoe kan je nou zeggen dat ze niet zo bruin worden? Wat ga je doen met die handdoek en de beker met water? Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon hem even drogen beker. Tap. Ja, je vraagt misschien over deze blauwe plek. Dat is gewoon een vulpen. Ik heb een vulpen. En dat komt daardoor. Je bent steeds spetter. Ik heb het glas. Ja. Ah. Zo. Ja, zijn jullie weer even hier? Sorry dat jullie even hier naartoe gaan. Maar wanneer komt het zand? Oh, ik zit kom net tegen, dus ik zeg tegen Lava dat ik weet wanneer ik uitkom volgende week ergens. Dus hij zegt, dat zal ik morgen laten weten. We hebben net Sarah de kledingkast uitgezocht, de schoenen uitgezocht. En deze dame lekker gedoucht. Auw, mijn hond. Oh ja, je hebt een open schoudertje. Een schaafwond op de schouder. En nu ga je lekker naar bed. Ja, ik heb wel Rapunzel. Ja, papa heeft gevlochten. Die vlecht netter dan ik. Nou, hou ze nou eens even mond. Kus. Je mag slapen, monster. Ik ben geen monster. Nou, soms wel hoor. Oh, ik heb geen zin meer vandaag. Ik ben gewoon klaar met vandaag. Maar ik moet even snel wat doen. Dus ik ga de laptop aanzetten en even kijken hoe ver ik ga komen. Ik moet editen en... nog even wat dingetjes doen, foto's uitzoeken en voor het project. Ik bedacht me net dat ik iets te veel informatie gaf over iets waar ik niet heel veel over mag zeggen. Nou weet ik niet of ik hem raar geëdit heb of niet. Ik heb dit wel gezegd, dus als je dit hoort heb ik raar geëdit en anders edit ik dit eruit. Dus dan zie je dat toch niet. Maar goed, niks ging zoals het moest. Dus ik ben heel lang bezig geweest. En nu ben ik er echt helemaal klaar mee. Ik heb ook mijn edit gewoon niet afgekregen.
En het was echt veel. Ik heb gisteren heel veel gefilmd. En Sarah heeft ook echt, echt heel veel gefilmd. Dus ja, die komt er dan maar bij vanmorgen. Ik ga mijn bed in. Ik ben er klaar mee. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!